zijn we op de Harskamp. We gaan kijken hoe onze mannen en vrouwen aan het schieten zijn hier op de Harskamp. Dat doen we natuurlijk vanuit de KMS, de onderofficiersopleiding, de OTCO, School Zuid en natuurlijk de 13 Lichtbrigade. Dus ik zeg, let's go! Net dat je al een GO-beurt hebt gehad, wat is eigenlijk een GO-beurt? Een GO-beurt is eigenlijk dat je het contact bent tussen de groep en de sergeanten, dus tussen het kader. En dan ga je eigenlijk een beetje, krijg je de eerste delen van het leidinggeven en een beetje het plannen, organiseren, krijg je onder je hoede. En hoe is jou dat vergaan? Volgens mij best wel goed. Ik was het vrij wel aan het begin, ik geloof de vijfde week in mijn hoofd. Ja. En het ging echt best wel goed. Dus toen ik heel rustig aan bouwen, is het een beetje op en er komt steeds meer komt erbij. Ja. Hoe vind je de opleiding tot nu toe? Leuk, ja. Het is goed te doen. Het is natuurlijk, er zitten pieken bij die redelijk zwaar zijn, maar ja, dat hoort erbij, daar schrijf je ook voor in. Nee, ik geniet er gewoon met volle teugen van. Kom je op zondag of op maandag kom je aan en dan zie je alle jongens weer. En, weet je, het is bijna leuker dan thuiskomen. Ja, bijna wel. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan, als je het één mag noemen? Het leukste? Ja, dat is denk ik wel de aanval uitvoeren. Ja? Heb je het nog naar je zin tijdens de opleiding? Jazeker, anders is het ook niet meer denk ik. Nee? Je zegt het wel met een hele grote glimlach? Ja. Hoe is de saamhorigheid in de groep tussen de mannen en de vrouwen? Het zijn bij ons alleen mannen. Oh. Dus wel goed. Het was even het begin een beetje aftasten wie welke plek heeft in de groep. Ja. Maar tenminste, mensen beginnen een beetje ingespeeld op elkaar. Je weet een beetje wat je met wie hebt, zeg maar. En wat je, tenminste, waar iemands kwaliteiten liggen. Dus dat leer je nou een beetje ontdekken. Je hebt geen stem erover. Waar heb je je stem aan verloren? Ja, je moet duidelijk zijn, communicatie moet gewoon heel duidelijk zijn. Met de knallen die je op de achtergrond hoort, merk je wel hoe hard je moet praten. Ja, ik hoor het. En links en rechts moet iedereen te verstaan zijn. Ja. Dan is dit het resultaat. En hoe is je vergaan op de baan? Ja, we hebben goede feedback gekregen. En de leidinggevende, de sergeant, het kader is tevreden met ons. Dus, Dan ben je ook automatisch ook tevreden, neem ik aan. Zeker, ja. En hoe gaat het? Want uiteindelijk is het doel dat je sergeant gaat worden. Yes. Hoe zie je het daarmee? Kan je al leiding geven? Doe je al de groep aansturen? Ja, we hebben natuurlijk die GO-beurten. Dat wordt nog niet afgetoetst, omdat dat nog niet mag in het AMO-gedeelte. Maar daar wordt wel steeds meer kleine kneepjes van het vak gegeven. En je bent er op zich nou redelijk tegen het einde. Ben je er wel aan toe om daar wat meer mee te gaan doen. Ja, ook best spannend als je met scherp voorwaarts moet gaan. Ja, we hebben het inderdaad al heel vaak droog gedaan. Dat is wel heel anders natuurlijk, omdat je dan niet met scherp bent. Dan zit je toch ergens anders met je gedachten. Je probeert natuurlijk zo realistisch mogelijk te houden in je hoofd. Maar als je met scherp de baan overgaat, dan moet je toch even goed, echt heel goed een knopje omzetten. Alles moet gewoon perfect zijn. Was het uiteindelijk leuk om te doen? Ja, het is echt super vet. Je leert er ook super veel van. Ik krijg goede feedback terug. Volgende week gaan onze mannen en vrouwen beginnen aan een eindoefening, want dan zijn ze klaar met de algemene militaire opleiding. Dus ik zeg, blijf ons volgen op dit kanaal. Dus tot snel.